Lastige wedstrijd. Ja. Denk ik bijna nooit kaart eigenlijk. Ik maak een fout. Ja, ik vond niet eens dat het een fout was. En ik kijk dan ook gewoon verbaasd naar de scheidsrechter. Maar hij fluit dan gewoon een fout. En tijdens die tijd ja, zegt die speler dan wat niet nodig is, zeg maar. En daarop reageer ik op. Daarop ga ik in. En ja, krijg ik rood voor. Ja, ik denk dat het gewoon oploopt qua frustratie, emotie en op zulke momenten is dat dan niet het beste om te doen. Maar achteraf gezien is dat sowieso, vind ik, zonde. Ja, omdat je dan wedstrijden wel gaat missen, denk ik. Het is ook gewoon een play-off wedstrijd. Het is niet de reguliere competitie. Dus het is helemaal anders, maar ik denk dat iedereen in het team wel zulke wedstrijden wel heel graag speelt. Je hebt gewoon heel erg veel zin eigenlijk om die wedstrijd gewoon aan te gaan. En je ziet ook dat we de kwaliteiten ervoor hebben. En dat we ook gewoon dit wedstrijd domineren. En ook genieten ook van de manier waarop we spelen, heel seizoen lang al. En dat we onszelf daaruit ook belonen en gewoon voorstaan, is alleen maar mooier. Wanneer we scoren, iedereen loopt ook gewoon naar de bank toe. Maar iedereen is ook dan bezig met supporters. Je hoort ze gewoon, je voelt ze ook gewoon. En dat is wat ik zei, iedereen geniet ervan. En het feit dat supporters zich ook laten horen, betekent dat ze er ook echt staan en ook echt in geloven. Die steun hebben we sowieso nodig. Ja, dus we komen gewoon eigenlijk de kleedkamer binnen. En we zeggen gewoon aan iedereen gewoon rustig te blijven. We hebben op zich gewoon de controle over de wedstrijd. En je ziet ook dat iedereen in de kleedkamer eerst gewoon rustig wordt. De trainer laat spreken. De verbeterpunten laten uitbreiden. En eenmaal daarna is het gewoon gelijk focussen. En je ziet ook dat iedereen heel erg zin heeft gewoon. En is gemotiveerd om die tweede helft eigenlijk te starten. De tweede helft, ik denk heel veel druk van Antwerpen op zich. Ja, we zaten op zich goed in de balbezit. Namen misschien een klein beetje risico, maar dat is ons spel. Dat is ons DNA. Krijgen we dan die tweede goal tegen. Maar achteraf zie je ook gewoon dat we gewoon blijven spelen. De intenties zijn er nog steeds. Blijven runs maken. Blijven proberen eigenlijk te creëren. Je ziet Tolu bijvoorbeeld invalt, die gaat vechten. Je ziet Luca die in moeilijke situaties eruit komt. Die echt wil creëren en probeert verschil te maken. Maar ja, het is natuurlijk zeer lastig. Eén keer dat je achter staat daar. Ja, we hebben spijtig genoeg niet kunnen omdraaien. Iedereen weet dat er nog natuurlijk 4 wedstrijden over zijn. Iedereen gelooft er echt in. Iedereen, dat het de staf is, de spelers, degenen die op de bank zijn, gewoon iedereen. En je ziet het ook aan de supporters. Iedereen gelooft er echt in. Dus ik denk dat het wel goed komt.